Hey, welkom bij een nieuwe. In deze wil ik het met je hebben over de spirituele kruisiging. Ja, het is eigenlijk Sodom en Gomorra in jouw hoofd. En het Koninkrijk van God, dat is jouw bewustzijn. Het derde oog die zich opent, waardoor jij alles kunt zien. Het gaat om een transformatieproces in jou, waarbij je eigenlijk afscheid neemt van alles wat met vorm te maken heeft. Materie, wie je bent, waar je vandaan komt, welk land je woont, je leeftijd, je geslacht, noem alles maar op. Het heeft te maken met een vernieuwing. Het oude achter je laten. Zoals een rups in een kokon opnieuw ontpopt. Zodat hij een vlinder kan worden. En vrij kan zijn. En kan vliegen. Verslavingen. Overtuigingen. Oude beperkende gedachtegangen. Oud zeer. Oud verdriet. Onheilige, ongezonde relaties. Noem alles maar op. Daar afscheid van nemen. En opnieuw geboren worden. En in de kerk wordt dit de wedergeboorte genoemd. Alsof je bij een onderdompeling met water opnieuw geboren wordt. Nee, het moet in jou gebeuren. Dus ja, je neemt eigenlijk afscheid van het leven dat zo vertrouwd voor jou was. Dat jij altijd heel je leven gekend hebt. Want je hebt niet anders dan dat leven geleefd. En ja, je menselijke zintuigen veranderen ook. Je derde oog gaat open. Het Christusbewustzijn ontstaat. En je kijk op dingen wordt anders. Dus in principe verander jij niet. Maar de kijk op alles. Waardoor jij ineens een heel ander nieuw mens wordt. Door jouw zienswijze. Door jouw perceptie die verandert. En dat noem ik de kruisiging. En ja, de kruisiging van Yeshua was ook beide handen, beide voeten en zo'n doorn op zijn hoofd. De dingen zullen nooit meer hetzelfde worden. Jouw handen zullen niet meer hetzelfde doen na jouw kruisiging als ervoor. Jouw voeten zullen jou niet meer brengen naar waar ze je eerst brachten op jouw pad. En jouw denkwijze, jouw hoofd zal veranderen. Je hebt een andere visie. Ik noem het een dark night of the soul. Het is een ego-dood. Jouw oude ik sterft. Maskers vallen af. Dan heb je de carnal mind. Dit is jouw vleeselijke geest. En dat kun je vergelijken met het ego. Het is jouw linker hersenhelft. Het linkerhelft van het brein. Daar zit het ratio. Maar het intellect, en dat is mannelijk, dat is maar 10%. Terwijl de Heilige Geest en het Christusbewustzijn, dat is vrouwelijk en dat is 90%. Dus het spirituele, intuïtieve, huist in het vrouwelijke. Als je Romeinen 8 vers 6 tot 7 leest, is het de mensen die zich door hun ik laten leiden, doen wat ze zelf willen. Dus dan hebben we het hier inderdaad over het ego, hè jongens. Die doen gewoon wat ze zelf willen. Van God los, zo kan je het ook bekijken. En als je Romeinen 1 vers 28 leest, dan staat er, ze hadden geen zin om God te eren en daarom heeft God hen niet tegengehouden. Romeinen 8 vers 7. Mensen die zich door hun ik laten leiden, doen precies het tegenovergestelde van wat God wil. Dus zo zie je dat het een paar keer terugkomt. Die 10% aalmoes, waar de kerk het altijd over heeft, van nou, hè, geef 10% van jouw inkomsten, van jouw loon, af aan de kerk. Sta dat af aan God. Dat was helemaal niet de bedoeling. Dat is door de kerk verzonnen. Het is helemaal niet waar. God vraagt jou niet om jouw geld, maar
of je bereid bent die 10% van dat carnal mind, van jouw vleeselijke geest, op te geven. Of jij een ego-dood wilt doorstaan en jouw leven in zijn handen legt. Waardoor hij de resterende 90% aan jou kan geven. Dat vrouwelijke, dat intuïtieve, dat Christusbewustzijn. Hij vraagt jou 10% en je krijgt 90%. Dus die systemen zoals een kerk, die dan lekker die 10% in de zak douwen, daar gaat het helemaal niet om. Het wordt allemaal zo letterlijk genomen wat er in die Bijbel staat. Het is ongelooflijk hoeveel misvattingen daarop zijn. Dat we alles maar letterlijk nemen wat daar staat. Dus ja, het ego dat brengt conflict. En wij hebben twee denkgeesten. En we kunnen niet in beide denkgeesten tegelijk zitten. Dus je zit of in het juiste denkgeest, en dat is het Christusbewustzijn. Of je zit in het foutieve denkgeest, en dat is het ego. Dus ja, het Christusbewustzijn is het beloofde land, hè? Want er is gezegd een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, dat klopt. Die nieuwe hemel, dat is 5D, het bewustzijn. Jouw perceptie die helemaal anders is als je het Christusbewustzijn hebt. Dus ja, alles is een mythe. Ja, het gebeurt met een verborgen symbolische woorden die wij als mens, en de kerk werkt daar graag aan mee, alleen maar letterlijk nemen. In plaats van in parables, metaforen. Dus ja, wanneer je dan door middel van meditatie God zoekt en jouw vijf zintuigen en al het aardse opgeeft, zul jij die nirvana bereiken. En ja, dat is eigenlijk de hoogste staat die door de mens bereikt kan worden, hè? Waarbij de ziel ja, volledig van de materie is losgeworden. Het bevrijdt je daadwerkelijk. Dus ga die meditatie doen. Zoek in jezelf, want daar liggen de antwoorden. Niet buiten jezelf, niet in een kerk. Je kan 30 jaar elke zondag naar een kerk gaan. Het is buiten jouzelf. Alsof je God in de kerk zoekt. God zit in jou. Het is allemaal in jou te vinden. Dus ja, het is eigenlijk, wanneer je door zo'n dark night of the soul gaat, hè, het einde van heel veel incarnaties. Van heel veel, ja, een reeks wedergeboorten. En de hemel op aarde, door middel van jouw kruisiging. Jouw dag des oordeels. Jouw ego-dood. Religie vertelt dat niet, hè? Dat het allegories zijn. Allegories. Het is een beeldende kunst, een symbolische voorstelling. Zo is sin zonde. En dat woord bedoelt dat je dan ondergedompeld bent in je emoties. En niet wat religie ervan maakt. Want de kerk is eigenlijk maar op twee dingen gebaseerd. Dat is op angst en op, ja, schuld. Jou een schuldgevoel aan laten praten. Schuld en angst. Wanneer die twee dingen verdwijnen, bestaat de kerk niet meer. Matteüs 6 vers 27 tot en met 33. Wees niet bezorgd, was de boodschap. Zijt niet bezorgd. Anders gezegd, heb geen gedachtes. Have no thought. En wanneer creëer je geen gedachtes? Door te mediteren. Door naar binnen te gaan. De stilte op te zoeken. De ruimte in jezelf. Dus van de linker hersenhelft naar de rechter hersenhelft gaan. De meeste oorlogen zijn ontstaan. Uit religie. God wil dat je het intellect, de vleeselijke geest, opgeeft. En wat zei Yeshua? Het koninkrijk van God zit in jou. En weet je niet dat jullie goden zijn? En jullie kunnen doen wat ik doe. En zoveel meer dan dat. Ik hoop echt dat de mensen
massaal zullen gaan ontwaken en ja, door gaan krijgen dat de kerk een systeem is wat om mag vallen en wat om zal gaan vallen. Want het heeft niets anders veroorzaakt dan angst, schuld en oorlogen. En de bedoeling is, vind het Koninkrijk van God in jou. Het is nergens anders te vinden. The kingdom of God is within you. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.